Tyrannosaurus opgraven is om heel veel verschillende redenen ontzettend belangrijk. Er zijn nog heel veel vragen die open liggen over Tyrannosaurus. Heel veel dingen die we nog niet weten. Maar het is ook op een heel andere manier heel belangrijk. Want we willen natuurlijk een grote T-Rex in het museum hebben. Een T-Rex is het iconische dier voor een natuurhistorisch museum. Het is de belangrijkste, het is de sterkste, het is de bekendste dinosaurier die er bestaat. En als er één dinosaurus is die je wil hebben als museum, dan is het een T-Rex. Dat is heel ambitieus. Er wordt er misschien één in de 20 jaar gevonden. En er is er natuurlijk nog nooit één gevonden door een Nederlandse ploeg. Nog nooit één door een Nederlands museum. Maar als je het niet probeert, dan gaat het ook niet lukken. En dus gaat Naturalis op zoek naar een eigen T-Rex. Een team van Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers stort zich in een avontuur dat hen miljoenen jaren terugslingert in de tijd. Waar komen wij vandaan en waarom ziet de wereld eruit zoals die er nu uitziet? Dat soort vragen. Daar krijg je met dit soort onderzoek steeds meer grip op. Piet Larsen leidt samen met Anne deze expeditie. Piet heeft Naturalis naar deze afgelegen plek geleid, want hier werden kleine stukjes van T-Rex botten gevonden. There's another piece. Just everywhere now there's little pieces of bone. And it's clearly T-Rex bone too. We hebben een T-Rex. Tuurlijk. Nu al. Dus het is nu al een succes. Isn't that beautiful stuff? Oh. Just as solid as the day he died. Fantastic. De kleine botsplinters zijn een goed begin. Maar Anne en Piet hopen dat ook de rest van het skelet hier ergens onder de grond ligt. Alle weggespoelde, alle losse stukjes gaan we heel nauwkeurig registreren. Dat we gewoon weten van waar wat ligt. En dat we het straks allemaal netjes op de kaart kunnen intekenen. En we moeten gewoon weten van hoe is dat skelet uit elkaar gevallen. En dat is een verhaal. En dat begint natuurlijk hier op die puinhelling. En dan werken we langzaam naar de helling toe. It's literally thousands of little tiny pieces of bone out here. So we need to pick up and to put them back together. We need all the help we can get. Een monnikenwerk. Maar voor onderzoekers met zoveel passie voor fossielen is dit een droom. Stapje voor stapje. Steeds een laagje van een centimeter eraf. Dan komen we langzaam dichterbij. Het wordt steeds spannender. Oop, what was that crunch? Yeah, that's what I was looking. See that? Hear that sound? Anything good up there? Probably just a rock. Here, seeing if I can see anything hard. It was further down. Right down in there somewhere. No. Nothing. De mannen schrapen millimeter voor millimeter de bodem verder af. Het skelet kan nu elk moment tevoorschijn komen. We hebben hem nog niet. We hebben de voet, we hebben een stuk van de poot. En nu zijn we bezig om de rest van de berg te slopen. Ja, hopelijk ligt daar toch wat meer. I'm surprised at this point that we haven't found anything yet. Maybe tomorrow morning we scrape and there's the top of a skull sitting there. I mean, we don't know. What time is it? Beer. Beer 30? Het graafwerk met de hand levert niet meteen iets op. Tijd om de grotere middelen in te schakelen. Maar nog altijd geen spoor van een bot. This is where it should be, somewhere between here and there. De wanhoop loert om de hoek. In een laatste poging graven de onderzoekers een diepe sleuf. Wordt het alles of niks? Ja, de voortekenen zagen er fantastisch uit en dan graaf je verder en dan houdt het opeens op. Het dekentje van zand, dat dekentje waarin die poot en die voet zo mooi bewaard is gebleven, werd steeds dunner en uiteindelijk houdt het hier helemaal op. Het spoor loopt dus dood, that's it. Maybe the wind was blowing in whatever direction and the carcass moved away. Or it could be still right there. It could be the next inch or the next centimeter you dig, the skeleton might be there. Alles zag er heel erg goed uit en de specialisten waren het erover eens dat die kans echt aanwezig was. Ja, en dan ga je toch hopen en dan ga je toch jezelf voorstellen dat er één ligt. En als het dan niet zo blijkt te zijn, dan is dat toch wel een grote teleurstelling. Amper 4 maanden later trekt Naturalis weer de prairie in. Piet Larsen heeft in de staat Montana een veelbelovend spoor ontdekt. Een spoor met een Nederlands kantje. Naturalis twijfelt niet en stort zich onverwacht snel in een nieuw avontuur.
Hier in Montana woont Michelle, een Nederlandse vrouw die haar geliefde achterna is gereisd. Tijdens een wandeling op de prairie deed onze landgenote een bijzondere ontdekking. We were kind of looking around and he called, "Honey, I think I found a T-Rex." He took some pictures of it. We went home and he called Clayton, a good friend of ours, the dinosaur cowboy. Clayton is een amateur paleontoloog uit de buurt. Michelle neemt contact met hem op om haar vondst te laten bekijken. When I walked up there and saw it, it was like, wow, this is awesome. Anna komt ter plaatse en is meteen in de wolken. Er zijn nog heel veel meer plekken waar wat te vinden is. En dit blijkt wel een heel speciale plek. In tegenstelling tot de vorige keer heeft Naturalis hier al een indrukwekkend deel van een T-Rex-skelet te pakken. Het doorzettingsvermogen van de wetenschappers werpt zijn vruchten af. De fossielen zoals ze er nu uitkomen zijn fantastisch mooi bewaard gebleven. Het zand dat compacteert niet, dat vervormt niet. Dat betekent dus dat de botten zoals ze eruit komen eigenlijk perfect driedimensionaal bewaard zijn gebleven. En dat is fantastisch ook als je zo'n skelet weer wil opzetten. Het gebied rond de botten is bezaaid met kleine stukjes en splinters van het skelet. We're trying to save every little scrap we can. See if we can find any more pieces of bone. Nog een hele klus voor de boeg dus. En dan is alle hulp welkom. Gepassioneerde mannen komen de ploeg versterken. It's been a good day so far. There's going to be more in here. Many more. I don't know a dinosaur hunter who this would not be their dream dig, right? Every year you get that bone fever. Vele handen maken licht werk. Meer en meer botten en botstukken komen aan de oppervlakte. We bring this back and we'll sort through it. Well, we should find the rest of the tail, especially the midsection of the tail, should all be there preserved. I'm hoping that we find the skull over here, which would be a very nice thing to find. And maybe some feet. En dus gaan de onderzoekers op zoek naar de heilige graal, de schedel van deze T-Rex. Daar ligt hij dan, de schedel, intact. This is an old, old beast. Everything about it is old, old, old. Big and old. It's actually wonderful. This is, you know, 67 million years old. And it, all this texture is still here after all that time. Een goede T-Rex vinden, dat gebeurt eens in de 10, 20, 30 jaar. Dus het is natuurlijk een ongelooflijk geluk dat wij al na 2 jaar op dit fantastische exemplaar zijn gestoten. Zo'n mooie schedel, dat kom je niet vaak tegen. Een geweldige T-Rex straks in het museum. En dat wordt zo fantastisch. Dat is natuurlijk het allermooiste wat een natuurhistorisch museum kan hebben. Let's go down a little bit. We zijn nog een beetje aan het puzzelen met de hoogteverschillen van hoe nou al die botten hier verspreid liggen. Een vraag die we natuurlijk alleen maar kunnen beantwoorden als we de ligging van al die botten in alle detail documenteren. En met zo'n LiDAR-scan hebben we dat in heel korte tijd in de grootst mogelijke precisie in beeld. This is certainly one of the top 5 T-Rex ever found. If we can get one of these enigmatic creatures in Europe, it will touch the soul of so many children. So really, getting a T-Rex in the Netherlands, good job. It's not a national thing, it's a world thing. These dinosaurs belong to the world and the world should be able to enjoy them. Tijd om de stand van zaken op te maken. Welke stukken van de T-Rex liggen al aan de oppervlakte? Dat is belangrijk om de waarde van het skelet in te schatten. Nou, dat is bij elkaar al een behoorlijk complete T-Rex. We weten waar alles ligt. Alles is geregistreerd, dus het is nu tijd voor de volgende stap. We gaan alle botten inpakken. En dat inpakken gebeurt met folie en gips. Zo krijgen de botten een dik, stevig harnas. Dat is nodig om ze onbeschadigd uit de grond te krijgen. Als je een prachtige schedel van een Tyrannosaurus helemaal onbeschadigd uit de grond krijgt, natuurlijk is het dan feest.
De T-Rex is bijna klaar voor de lange reis naar Nederland. Naturalis heeft de nachtwacht onder de fossielen gevonden. En dankzij ontdekster Michelle heeft deze unieke T-Rex nog een Nederlands tintje ook. Als mens kan je eigenlijk nooit veel voor je vaderland doen. En ik ben toch blij dat ik het gevonden heb en het naar Nederland kan laten komen. Dit dier is echt de koning van het dinosaurusrijk. Het is zo enorm, het is zo krachtig, het is zo'n machtig dier dat elk kind wil dat zien. En eigenlijk elke volwassene ook. De T-Rex wordt in een Amerikaans laboratorium klaargemaakt om naar Naturalis te vertrekken. Binnenkort kan iedereen dit fantastische dier hier zelf in de ogen kijken.